De fractie van GroenLinks maakt zich zorgen over de reststof- en energiecentrale in Harlingen. Ze heeft daarom schriftelijke vragen gesteld. Afgelopen weekend was er wederom een storing. Daardoor is opnieuw de bypass op verschillende momenten gebruikt om het doekenfilter te omzeilen. Dit om te voorkomen dat de temperatuur in dit filter te hoog oploopt. Giftige stofdeeltjes kunnen hierdoor ongefilterd in de lucht terechtkomen. GroenLinks wil nu onder andere van GS weten in hoeverre dit gevaar oplevert voor de bevolking en of er voldoende gehandhaafd wordt. Daarnaast wil de partij openheid van zaken over de meetgegevens, zoals de verbrandingstemperatuur. Volgens Omrin is een defect aan de ID-fan de oorzaak van het probleem van afgelopen weekend.